Het is loeispannend in de zaterdag derde klasse A. Vier clubs doen nog mee om het kampioenschap, waaronder Aarlanden, Ven en Blauw-Zwart. Die spelen deze zaterdagmiddag tegen elkaar. En de eerste de beste kans van de wedstrijd is meteen raak. Alessio van der Straten met de 1-0 namens Aarlanderveen. Nachtegaal met een diepe paas over 40, 45 meter op het hoofd van de nummer 8 van Aarlanderveen. Die ziet dat de keeper van Blauw-Zwart te ver voor zijn goal staat. Misschien wilde die wel uitkomen, twijfelde die. Hoe dan ook, de aanvallende middenvelder van de thuisploeg kopt een hoge boogbal over de sluitpost heen. En binnen een paar minuten is het dan al raak voor Aarlanderveen, dat nog één grote kans krijgt in de eerste helft. Maar deze bal gaat er niet in, wordt niet helemaal gelukkig meegenomen. De keeper kan redding brengen. Zo is de ruststand 1-0. Aarlanderveen is de koploper in de derde klasse A. Gevolgd door Nieuwkoop en Blauw-Zwart. Allebei op 1 punt achterstand van Aarlanderveen. Dit is de eerste grote kans van Blauw-Zwart in de wedstrijd. Die bal die wordt naastgeschoten. En op plek 4 staat Koudekerk. Dat heeft 2 punten minder dan Aarlanderveen. Er zijn nog 5 competitiewedstrijden te spelen dit seizoen. Als Bouwhuis hier een corner veroorzaakt. Grimelius achter de bal. Bal richting de tweede paal. Kan worden teruggewerkt, kan worden weggewerkt. Schot van Arodius niet goed geraakt. Komt bij toeval voor de rechtervoet van der Straten terecht. En die schiet binnen. 2-0 voor Aarlanderveen. Dan is het gelukkig dat die bal niet goed geraakt wordt. Best kans dat die bal anders richting de koeien was gevlogen. Nu komt hij voor de rechtervoet van der Straten terecht. Die kan draaien en schieten. En het 2-0 in de touwen jagen. En dan kan Aarlanderveen een hele belangrijke stap zetten in de titelstrijd. En Blauw-Zwart misschien wel van zich afschudden. Bouwhuis moet je eigenlijk 3-0 maken, maar de clubtopscorer doet dat niet. Ziet zijn schot gekeerd worden door de Wassenaarse keeper. Bouwhuis. Opnieuw. Nee, het is Grimelius. Bouwhuis liep daar naar de eerste paal toe. Van der Straten legt de bal terug. Het schot en de redding van de keeper van Blauw-Zwart. Betekent wel een hoekschop voor Aarlanderveen. Die wordt opnieuw getrapt door Grimelius. Gaat weer richting de tweede paal. Wordt weer teruggelegd. Wordt opnieuw niet lekker weggewekt. Hier het schot en dan eigen doelpunt van Blauw-Zwart. Het schot van Aronius. Dat is deze keer wel goed. En wordt met het hoofd aangeraakt door een speler van Blauw-Zwart. En mede daarom is het een doelpunt. 3-0 voor Aarlanderveen. Dat daarmee de wedstrijd in het slot lijkt te gooien. Opnieuw een hoekschop van Grimelius. Opnieuw naar die tweede paal. Paniek wederom bij Blauw-Zwart. Opnieuw een kans voor Aarlanderveen in tweede en zelfs in derde instantie. En ze gaan er allebei niet in. 3-0 blijft het staan. Vorige week verloor Aarlanderveen verrassend van VVSB. Had een riante voorsprong van 4 punten. Daardoor geslonken tot 1. Maar gaat nu goede zaken doen. Want het wint van Blauw-Zwart. Koudekerk speelt gelijk. Dus het gat op de nummers 3 en 4 van de ranglijst wordt 4 punten. Nieuwkoop wint. De voorsprong van Aarlanderveen op Nieuwkoop blijft 1 punt. Want ja, ook Aarlanderveen wint deze wedstrijd. Het is alleen jammer voor de Veners dat het niet met nog grotere cijfers is. Want het doelsaldo kan beslissend zijn aan het einde van het seizoen bij een gelijk puntenaantal. Hier de prima aanname van Kalisse. Legt de bal niet af, schiet zelf. En zet de eindstand daarmee op 4-0. Aarlanderveen volgende week uitspelen tegen Oegstgeest. Daarna 3 thuiswedstrijden op rij tegen DWO, Alphen en Stompwijk 92. En dan wordt het of na competitie voor promotie naar de tweede klasse. Of Aarlanderveen wordt voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van de derde klasse. Ik denk dat we echt dik verdiend van de nummer 3 in de competitie gewonnen hebben. Het is 4-0 geworden en op basis van de tweede helft dat het misschien wel 6-7-0 kunnen worden. Of gezien de kansen, ja, echt een enorme goede teamprestatie. Echt, ik denk wel 5-6 spelers die echt op de top van hun niveau hebben gespeeld. Ja, dat is gewoon fantastisch. Wat was nou het grote verschil met vorige week? Ja, dat is een goede vraag. Hartstikke balen natuurlijk dat je het vorige week zo weg hebt gegeven. Die wedstrijd zit er denk ik wel eens tussen. Collectieve off-day mogen we het wel noemen. Maar vandaag herstellen we ons prima. En nou ja, dit moeten we gewoon zien voltouwen. Als wij dit op de mat kunnen leggen, zijn we een heel goed team, denk ik. Volgende week Oegstgeest. Nou, dat moet een makkie worden.
Ja, net zoals VVSB vorige week. Was ook een makkie. Nee, natuurlijk. We hebben hier thuis gelijk gespeeld tegen Oesgees. Dat is de enige met Nieuwkoop die een punt gepakt heeft. Dus nee, we moeten dat gewoon weer heel serieus benaderen. En we hebben het eigenlijk altijd lastig tegen Oesgees. Vorig jaar uit helemaal van de mat gespeeld. Dus nee, het wordt gewoon een lastige wedstrijd. Maar we weten wel dat elke wedstrijd de wedstrijd dichterbij komt. En ik hoop dat dit wel een boost geeft om nog vier keer gas te geven. Maar ja, elke wedstrijd is voor ons lastig. Als je zo speelt als vandaag, dan schat ik in dat jullie die drie punten pakken. En dan nog drie thuiswedstrijden. Ja, nou, het klinkt makkelijk, hè? Of vier. Ja, joh, als je even knippert met je ogen is voorbij. Ja, zo is het, zo is het. Nou, ik hoop dat het zo gaat als dat we nu hier voorspellen. Nieuwkoop natuurlijk vandaag gewonnen. Ik denk wel dat het gat naar tussen de nummers 1 en 2 en de rest nu wat groter is geworden. Blauw-zwarte Koudekerk die toch even pas op plaats moeten maken. Maar hey, vorig weekend gezien hoe snel het ook weer allemaal op elkaar kan staan. Dus ja, laten we vooral naar onszelf blijven kijken.